Als je er vanuit voetbalfixing naar kijkt, dan begrijp je ook waarom Nederland verloren heeft. Voetbalmafia is een crime-serie waarin eigenlijk onze sport, de volkssport, het voetbal, zeg maar, corrupter blijkt te zijn. Waar ik achter kwam is dat het zo groot is en dat het zulke machtige, rijke mensen zijn. Ik weet het niet meer. Een nachtclub? Dat eigenlijk voetbal verloren is. Niks charmants aan matchfixing. Het is zo groot. Het is een witwaspraktijk. Dus grote drugskartels, mensensmokkelaars. Schokkend en op het moment dat je het weet eigenlijk ook weer heel logisch. Al onze personages zitten eigenlijk gevangen in de matchfixing. De droom van de voetballer wordt een nachtmerrie. I cancel the business. Hij wil dat die wedstrijd fixen. Die jongens doen alles. Het is drama, maar het is niet verzonnen. En Johnny, good luck with the game. De nieuwe serie Voetbalmafia bij KRO NCRV op NPO 3. En die serie is ook fucking spannend als je niet van voetbal houdt. Want het is de wereld achter het voetbal en niet wat er op het veld gebeurt.